zijn we aan begonnen, pa. Deze zoektocht. Nou, daar loop ik dan. In Bulgarije, in een dubieus straatje. En we zitten niet in de beste buurt. Ik kreeg daar een deur in mijn gezicht dichtgesmeten. Misschien toch echt een probleem. Echt speunen, sorry Kees. Hij geeft niet op. Wat we nu zien is wel heel bijzonder. Langs de kant van de weg, in de berm, overal afval. We zijn zojuist de grens dus overgegaan van Bulgarije Griekenland. Naar Griekenland. Goedemorgen. Morgen Kees. Ze komen je halen. Hoop herrie al s'morgens vroeg zo. Een soort no man's land gebied tussen Griekenland en Turkije. Daar verderop zie je de grens. Maar ik zet gauw even mijn camera uit. Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog die natuurlijk weer uitpeilt van avontuur. In de vorige vlog zag je dat we Sofia, de hoofdstad van Bulgarije, hebben bezocht. En een van de oudste steden van Europa, Plovdiv. En dat deden we te voet en dat was een hele uitdaging daar. We keken onze ogen uit en hebben weer veel opgestoken van de geschiedenis die zich daar duizenden jaren geleden heeft afgespeeld. We verlaten onze iets wat dubieuze overnachtingsplek en gaan vandaag weer op avontuur. We verlaten al vrij snel Bulgarije en gaan de grens over om in Griekenland aan te komen. Daar hebben we heel veel zin in en Alexandroupoli is de vloggende bestemming van vandaag. Dik 200 kilometer te gaan vandaag en we verlaten Plovdiv, dat ons zeker heeft verrast. De paspoorten hebben we al bij de hand, want we gaan straks al vrij snel de grens over. Maar we doen eerst nog even een tussenstop in de Bulgaarse stad Asenovgrad. Want we hebben een missie en dat heeft te maken met Trixie. Onderweg is het weer uitkijken op de weg, want de rijstijl van de Bulgaren is echt verschrikkelijk. Ze doen maar wat, maar dat zal straks in Turkije niet anders zijn, ben ik bang voor. Trixie is, toen ze rond de 3 jaar oud was, van straat gehaald en nadat ze heel haar leven had gezworven. We hebben in haar paspoortje een mogelijk adres gezien in Asenovgrad. En proberen nu te achterhalen waar ze toen heeft geleefd voordat ze naar Nederland kwam. Het is best wel een druk stadje, Asenovgrad. Er gebeurt van alles. Het is lekker weer, mensen staan op straat, ze lopen op straat, ze doen wat, ze praten met elkaar. Ze denken natuurlijk, hey, het heb je Trixie weer. En waar Asenovgrad ook onbekend staat, is dat hier heel veel bruidsjurken gemaakt worden. De volgende bestemming goes spoorloos. Kees gaat even op pad en om te achterhalen waar het adres is, waar Trixie vandaan komt. Ik zeg, joh, in de koffiebarretje, kijk, heb je het paspoortje bij hem? Ja, als ze Engels kunnen spreken, is ook niet altijd zo natuurlijk. Nee, dus gelukkig heb ik mijn handen en voeten meegenomen. En? We zitten niet in de beste buurt. Nee? Ik kreeg daar een deur in mijn gezicht dichtgesmeten. Die zat niet op mij te wachten. Oh. En op paard en maag had ook geen idee. Nee, Kees doet er alles voor om het echt te halen. Waar je moeder misschien wel is, hè? Dat willen adoptiekinderen ook allemaal weten. Jij bent ook een beetje een adoptiekind, hè? Het wordt een erg lang gesprek. Volgens mij is hij gewoon een beetje een daten. Dus, en? Volgens mij heeft het voor elkaar. Ja? Het is hier 9 minuten rijden vandaan. Nou, we zien het wel. Ja. Let's go, dit moet ons gaan lukken. We gaan een flink stuk de berg op. Moeten we hier links heel... een smal straatje in en omhoog. 800 meter, hoef ik nog. Geen idee waar we terechtkomen. Oh, wat zijn we nou ook weer aan het doen? Waarschijnlijk is hier nog nooit een camper geweest. Die kans is vrij groot. Die kans is heel groot, ja. Die mensen vragen zich af, wat komt u hier doen? Nee, nou ja. Nee, dat is een camper. Trixie afleveren. Trixie? Er zat nog garantie op, we konden ze nog inleveren. Ja. Nee, jij zou nooit meer zonder Trixie willen. Nee, tuurlijk niet. Nee, ik ook niet hoor. Ik ben
Ik ben ook van je gaan houden, hoor, meid. Waar zijn we aan begonnen, pa? Deze zoektocht. Trix, kan jij ons de weg wijzen? Of... Zie je bekenden? Ja, zie je al bekenden in de straat? Je hebt allemaal ruime broeken moeten trouwen hier. Ja. Lekker los in de mand, hallo. Sla rechtsaf en je bestemming. Ja, hier zou het moeten zijn. Mooi geworden hier ook. Wat doet die achterkant van de camper? Het is fietsenrek. Het is fietsenrek? Hier is het. Zet je hem hier even neer, bij die Passaat. Het is geen best buurtje hoor, dit, pa. Nee. Ze kijkt wel een beetje apart, moet ik zeggen. Ik ga in mijn eentje even op polshoogte nemen. Nou, daar loop ik dan. In Bulgarije, in een dubieus straatje. Op zoek naar het adres waar Trixie vandaan komt. Pa krijgt te maken met een hele andere uitdaging. Misschien toch echt een probleem. De camper staat in de weg voor deze passanten. Gelukkig ging het toch lukken. Yes, yes, thank you. Beauty, beauty. Oké. Okay. Ja. Oh, nee. Hi. Dat zijn de dogs. Deutsch. De dogs. Oké, okay. Doei. Oké. Okay. Echt speunhuis, hoor, die Kees. Hij geeft niet op. Ik heb het idee dat dit het huis is waar Trixie vandaan komt. Het is ook een soort van hondenren. Een buitenverblijf. Ja, dit zou het dan toch moeten zijn. Het is dichtgemaakt, gebarricadeerd voor Trixie. Dat zal je niet verbazen. Maar ik vind het wel heel bijzonder om hier zo te lopen. Ja, nou, er is dus helaas niemand thuis. Maar we hebben nu wel de roots van Trixie gevonden, in ieder geval. Ben je er een idee bij? Dit lijkt wel zo'n ren. Ja. Ja. Wat bij ons wat dat om... betreft past het wel bij Trixie, rennen. Ja, hè? Ja. Ze rent er altijd vandoor. Ja, hier kennen ze echt niet weg. Nee. Dus daar misschien is ze speciaal voor Trixie gebouwd. Ja, precies. Nou, het is al redelijk vervallen. Dit is wel het adres wat op het paspoort staat. Ja, ja, ja. Er is alleen niemand thuis. Nee, ja, ja. Het is echt terug in de tijd hier. Ja. Ongelooflijk. En kijk, je bent er geen 50 meter vanaf. Maar nee. De grootste kans is dat het hier op die hoek is. Ja. Maar dat weet je niet zeker. Nee. En dat zou je nooit te weten komen ook. Of je moet hier een paar nachtjes blijven. Nee. We hebben andere plannen voor vandaag. We gaan de grote weg af en gaan het binnenland in. Wat we nu zien is wel heel bijzonder. Langs de kant van de weg in de berm. Overal afval, het is echt heel treurig om te zien, toch? Dat wij zo bezig zijn met afval scheiden en dingen. Ja, het ligt hier lagen vol banden. Mensen die tussen de afval nog spullen zoeken. Ja. Het is zo'n andere wereld hier, hè? Dat hadden wij ook nog niet gezien, hoor. Nee. Ja, we komen nu inderdaad in het binnenland een beetje terecht. En dan kom je zulke soort dingen dus blijkbaar tegen. Je lacht je echt rot om sommige dingen, zoals bijvoorbeeld deze situatie. Oh, is een achterdeur gedaan. Tot 1989 had het land een economie in de Sovjet-stijl, waarin bijna alle landbouw- en industriële ondernemingen door de staat beheerd werden. Sinds Bulgarije per 1 januari 2007 officieel lid is van de EU, mag het land beginnen met de voorbereiding voor de toetreding van de euro als nationale munt. Voor het zover is, moet Bulgarije aan een groot aantal economische voorwaarden voldoen. Zo moet de bankensector versterkt worden en bovendien corruptie en de georganiseerde misdaad aangepakt worden. En dat is nog een groot probleem hier helaas. De landbouw vertegenwoordigt meer dan 20% van het bruto nationaal product in dit land. En daarin zijn dus heel veel mensen werkzaam. En zoals je ziet heeft op heel veel plaatsen hier in het binnenland de tijd echt stilgestaan. Heel lang stilgestaan. En ik vind dat echt prachtig om te zien hoe de mensen hier werken en leven. We rijden over een bergroute die ons in Griekenland moet brengen. Het is hier echt prachtig en op heel veel plekken nog sneeuw langs de kant van de weg. Gelukkig valt er nu geen neerslag, dus de weg is prima begaanbaar. Thank you.
We naderen de grensovergang en ik zet de camera maar weer even uit. We zijn zojuist de grens dus overgegaan van Bulgarije naar Griekenland. En Bulgarije is geen Schengenland. Wel lid van de Europese Unie, maar geen Schengenland. En dat betekent dat er wel gewoon echt een grenscontrole is vanuit Bulgarije naar Griekenland. Nou, dat hadden we eigenlijk niet eens echt door, maar ja, je hebt dan twee loketjes. Het eerste loketje is van Bulgarije, het tweede loketje is van Griekenland. En dan krijg je, bam, een stempel. Super om in Griekenland te zijn. En zo met het avondzonnetje krijgen we al helemaal het goede gevoel. En wat zijn we al ver gekomen zo met onze eigen camper. En daar zijn we best een beetje trots op om dit zo samen te hebben gedaan. Maar eigenlijk staat het echte avontuur natuurlijk nog op ons te wachten in Turkije. Kijk, daar hebben we de zee, de Egeïsche Zee, met de zon die bijna ondergaat. Een prachtig plaatje. We zijn nu onderweg naar volgens mij de haven, daar waar we een plekje hebben gezien op de Park for Night. Hè? Sla rechtsaf en je bestemming bevindt zich aan de rechterkant. Nou, hier zou het moeten zijn dan. Middag, hallo. Je bestemming bevindt zich aan de rechterkant. Dit ziet eruit als een prima plekje. We hebben de camper geparkeerd hier in de haven van Alexandroupoli. Of hoe ik dat uitspreek, eigenlijk geen idee. Ik hoop dat het goed is. Maar ja, of het mag, weet ik ook niet. Je hebt daarachter een betaalde parkeerplaats. Maar dat ziet er niet uit. En ja, het is natuurlijk laagseizoen. Er is zo weinig beweging hier. En dit is nog best wel een mooi plekje, want we hebben uitzicht op de haven. Sterker nog, uitzicht op de zee erachter. Dus als het niet mag, dan horen we het wel. Je ziet daar een groot werkschip liggen. Er gebeurt van alles, wat vissersbootjes. Dus dat is best wel grappig natuurlijk. Hele andere omgeving dan dat we gewend zijn natuurlijk de afgelopen dagen in Bulgarije. Dit voelt echt als vakantie. Maar dan wel een vakantieplek waar de meeste toeristen weggetrokken zijn natuurlijk. Dat wel. Al gebeurt er nog wel van alles. Dat zagen we net al op de boulevard. Het is best wel gezellig. Maar we zijn in Griekenland. Dat vind ik stiekem toch wel heel gaaf. Morgen. Hoi. Zo. Ja. Wakker geworden in Griekenland. Ja, in Griekenland. Iedere dag in een ander land wakker worden. Dat is ook wel weer eens leuk. Een moerig dagje hoor. Ja, dat ze wel. We hadden hier zo'n ferry. Ja. Er was ferry veel geluid. Ja. Je had aan de kade en de generator op. Ja. Ja. En die is best wel storend. En dan kom je dan pas achter als je naar bed wil. Dat je denkt, die ferry die blijft liggen. Ja. En die generator blijft maar ratelen. Ja. Uiteindelijk had ik er heel weinig last van, moet ik zeggen. Nee, ik heb een oordopje in gehad. Maar ja, werk vannacht wakker en toen lagen de oordopjes op een kussen. Wat heb je ermee gedaan dan? Onrustige nacht gehad. Denk maar goed, je hoort het misschien ook al in de microfoon. Er staat redelijk wat wind. En je ziet, pa heeft een muts op, een petje op. Nou, het is fris. Ja. Maar heerlijk weer. Zonnetje schijnt. Ja. De zonnepanelen zijn aan het knallen. Dus we kunnen... die doen het super. Ja, even de eerste keer dat we dat kunnen testen. Dus we gaan vanmiddag even Alexandroupoli. Nee, hoe heet het? Alexandroupoli? Nou, ik weet niet meer. Alexandroupoli. Gaan we even in, hierachter. En, ja. Maar je ziet het, de locals zijn hier ook lekker aan het genieten van het zonnetje. Maar er is hier een hondenuitlaatplek. En hoe gek er omheen? Ja, dat is voor Trixie. Dat is voor Trixie, ja. Ja, dan ken die. Tenminste, ook eens loslopen. Ja, die wil ook wel eens wat vrijheid natuurlijk. Ja. Dus daar lopen we nu naartoe. Ja. Hey, Chico, dat lijkt je broer wel. Hè? Ja, hoi. Ook hier weer heel veel zwerfvonden, maar over het algemeen zijn ze hartstikke lief.
Op deze hondenspeelplaats kan Trixie ook even lekker los en rondrennen. Dit gehandicapte hondje is toen ze 6 jaar oud was aangereden op straat als zwerfhond en heeft heel veel zorg nodig. Deze mensen hebben haar opgevangen en dat doen ze heel goed, want zelfs met poepen en plassen heeft ze hulp nodig. Zielig hondje. Ja. Nou, dat is wel hartstikke mooi dat die mensen zo zorg dragen voor zo'n hondje. De stad ontstond pas aan het einde van de 19e eeuw. Tijdens de Russisch-Turkse oorlog van 1877 tot 1878 werd Alexandroupoli door de Russen veroverd, waarna de Russische troepen zich in het dorp vestigden. De officieren maakten een stadsplan waarbij brede straten werden ontworpen die parallel aan elkaar liepen. Dit was heel anders dan de smalle steegjes en doodlopende wegen die op dat moment karakteristiek waren voor de Ottomaanse steden. Na de oorlog kwam de stad weer onder Ottomaans bestuur, maar de korte Russische aanwezigheid had een blijvend effect op het stratenplan van Alexandroupoli. Toch leuk om te weten. Je vindt in de stad leuke winkeltjes, zoals deze die alleen maar snoepgoed verkoopt. Of dit winkeltje die helemaal in de kruiden zit. We eten in dit leuke restaurantje de specialiteit van het huis. De naam weet ik helaas niet meer, maar het was echt super lekker. Goedemorgen. Morgen, Kees. Ze komen je halen. Op herrie al s'morgens vroeg zo. Ik hoorde in één keer keiharde muziek. Of keiharde muziek, maar ze waren aan het trommelen. Ze hebben gemasseerd door het dorp heen. Ja. En we getrommeld en met geweren bij dus. Dus we waren dan bewapend ook. Trixie wordt dan nog wel bang. Ja. Dat vind je niet zo leuk, hè? Nee. Hup hup, het bed uit, want we gaan weer op avontuur. We zijn er klaar voor. De paspoorten liggen klaar. 20 kilometer naar Turkije. Ja, dat is vlakbij Alexandroupoli. Wat trouwens een hele leuke stop was, vond ik. We hebben super lekker gegeten. Lekker geluncht. Gisteravond lekker gegeten hier. Rustig daar. Bij een echte typisch Grieks restaurant. Souvlaki gegeten. Vind jij dat trouwens lekker? Ja, ik hou enorm van Grieks eten. Vind jij dat lekker? En wat vind je lekker? Laat het even weten in de reactie onder deze video. Ik vind souvlaki heerlijk en moussaka. Oh, en natuurlijk de ouzo. Huh? Ja, nee. Die ouzo vind ik niet zo heerlijk, maar dat is meer het drinken omdat erbij hoort. Ik vind het wel prima. Maar dus we hebben genoten van deze stop. Het was lekker weer. Lekker de honden hier op het strand kunnen uitlaten. En we zitten nu dus klaar om weer... Oh ja, we zitten ook vlakbij het vliegveld, hoor je dat? En een gezellig stadje niet te vergeten. Gezellig en heel erg druk. Gisteren was het echt... Nou, het leek wel of dat heel Griekenland hier in Alexandroupoli kwam. Partijen mensen hier, maar om 4 uur winkels dicht. Hè? Ja. En vandaag alles dicht. Pa wilde nog mesjes voor zijn scheerapparaat halen. Ja. Want dat is niet helemaal gelukt. Maar dat komt uiteindelijk wel weer goed in Turkije waarschijnlijk. Oh, ja. Over de helft van de prijs. Ja. Nou, wat ik zei, we zitten dus met de paspoorten klaar. We gaan over 20 kilometer de grens over. En dan zijn we in Turkije. Gaan we weer de EU uit. Een gedeelte van Turkije is natuurlijk Europa. En een ander gedeelte is Azië. Nou, wij zijn vandaag nog in het Europese gedeelte. Ja, ja, ja. En daarna zien we het wel weer, maar we gaan een hele bijzondere bestemming aandoen. Ja. De eerste stop in Turkije en wat het is, dat hoor je later wel. Maar we gaan nu eerst de motor starten. Juist. Vandaag is het 195 kilometer, ja. Plus minus. Maar dat laat ik wel weer even op het kaartje zien, wat ik altijd voor jullie maak. Nou, het is toch wat? U vraagt, wij draaien. Daar is die dan, het kaartje. We bereiken dus al vrij snel de grens en dan zijn we, als het goed gaat, in Turkije. We willen stoppen in Esjebat, gelegen op het schiereiland Gallipoli. Maar eerst vertrekken we vanuit Alexandroupoli. En we hebben hier trouwens perfect gestaan. 2 nachten voor 0 euro. Ja. We konden ons afval kwijt. Niemand die ons lastig viel. We konden de wc legen. Ja, de wc legen. Dus hier een openbaar toilet. Ja, dan kan je natuurlijk ook je toiletje, als je het een beetje netjes doet, je chemisch toiletje legen. Tuurlijk.
Dat was eigenlijk perfect uitzicht hier op de haven. Tens. En ja, nul campers. Er is hier gewoon in dit jaargetijde zijn er geen toeristen. Het is voornamelijk de plaatselijke bevolking, de locals die hier, ja, zoals gisteren massaal op de been zijn. Trouwens, en dat vind ik eigenlijk hartstikke leuk. Wat is? WC? Het was onze hurk-wc. Oh, hurk-wc. Ik zag in Frankrijk heel veel vroeger. Ja, dat was voor jou op je, daar kom je er nooit meer vanaf. Ja, nee, dat blijf zeker niet. Blijf in één stand staan. Ja. Dan moet ik je er vanaf halen, denk ik. Nee, dat is niks. Moet je staan zo, ja. Hurken. En wc-papier mag je niet in de affluent riool. Klopt, ja. Moet je in een bakje in een apart emmertje. Ja, goed, dat ben ik niet wel... Vind ik niet zo fris, maar goed. Nee, ik moet zeggen, ik doe het op de boot ook vaak. En in Afrika, waar ik was, is dat ook de normaalste zaak van de wereld. Ja, het is wat het is. Toch? Ja. Als dat ervoor zorgt dat het riool niet verstopt, dan werken we daar natuurlijk aan mee. Over 400 meter, sla linksaf. Gaan we doen. Kijk, een stukje kofferbak verkoop hier. Er valt altijd wel iets leuks te zien onderweg, zo ook vandaag weer. Alleen deze morgen is het doodstil op de snelweg. Echt zondagmorgen, het is doodstil op de weg. Echt, ziet helemaal niks. Nee. Een enkele vrachtwagen. Lijkt niet Wekkeland wel. Ja, het lijkt niet Wekkeland wel. Op de Alblasser waard op zondag. Ja. Maar het is opvallend. Maar de mensen hier in de kerk, want ze zijn Grieks orthodox. En als iedereen is Grieks orthodox, ja, uitzonderingen. En die gaan ook zondags gewoon naar de kerk. We komen aan bij de grensovergang naar Turkije. Dit gaat een heel circus worden. Alle documenten die pakken we erbij. We staan bij de grensovergang. Maar het is niet heel druk. Er staan denk ik 15 auto's voor ons. Maar het gaat niet heel snel, maar dat hadden we al begrepen. Dat het wel een uurtje kan duren, anderhalf uur voordat je hier de grens over bent. Dus nou, we gaan het wel zien. Groene kaart. Groene kaart, inderdaad. Voertuiggegevens. Terwijl we voor de grens wachten, zeg ik tegen Kees, joh, tap maar even een bak koffie. Duurt best wel lang. Dat doen we nog wel eventjes. Dus ja, joh. Dan, we zijn van alle gemakken voorzien, hè? De honden... Zelfs bij de grens over. Ja. Honden zitten we achterin. Ja, die hebben we even hier. En die hebben beloofd heel rustig te zijn. Even sst. Ja. Ja, we hebben gewoon de papieren voor de honden. Alleen Tuurlijk. Niet een gezondheidsverklaring. Dat heb je officieel nodig als je hierheen gaat. Of dat is eigenlijk een verklaring dat de rabiusvaccinatie is aangeslagen. Nou, die hebben we dus niet. Maar nee. Gewoon van iedereen dat ze zeggen, joh, dat valt allemaal wel mee. En dat, dus hopen we dat ook maar. Maar dat is even het enige spannende. Ja. Niet dat we die honden verbergen, maar... Nou ja, dat zo rustig achterin. Wij zeggen dat het veilig is, safe is, dat ze achterin zitten. Ja. In een safebox, ja, ja. Als ze Trixie over de tafel zien lopen. Dus als ik zo'n grenswachter was en ik hoorde Chico blaffen, dan zou ik denken van, gaan we naar door naar het volgende poortje, komt helemaal goed. Douanepoort 1 zijn we gepasseerd en we gaan nu door naar de tweede, volgens mij van 3. Wat ik dacht. Hè? Ja, ja, ja. We zijn nu Griekenland uit. Eén bij waar je zo door kan rijden. Oh. Stond. We hebben nog een betrouwbaar gezicht natuurlijk. We gaan over een soort brug met heel veel gaten daarin. Ja. Een soort no man's land gebied tussen Griekenland en Turkije. Daar verderop zie je de grens, maar ik zet gauw even mijn camera uit. Uiteindelijk na een klein uurtje zijn we de grens gepasseerd. En we zijn in Turkije aangekomen. Ja. Naar een indrukwekkende grensovergang, kan ik je wel vertellen. Zo. Ja, het zijn echt enorme gebouwen. En dan 3 op een rij. Dus de eerste heb je dan je paspoortcontrole. De tweede is dan voertuigcheck. Vraag ze ook of dat je een motor bij hebt. Nou, in ons geval was dat natuurlijk een elektrische fiets, wat een beetje lijkt op een motor. Maar je wordt niet helemaal uitgekleed. Je moet even de camper uit. Er moet een foto genomen worden van je gezicht. Ze komen in de camper kijken, dus het is echt wel eventjes spannend. Maar we zijn er doorheen, we zijn in Turkije. Ik krijg met dat ik dit zeg gewoon kippenvel, want het is wel heel bijzonder. Dit was toch wel het einddoel land in die zin, hoewel we nog steeds niet aan de zuidkust zijn natuurlijk. Maar we zijn gewoon in Turkije met de VB00PA. En dan kun je de viervoeters een keer weer loslaten. Ja, ik zal de honden weer vrijlaten. Die hebben zich heel braaf gedragen. Ook tijdens dat er een mevrouw hier in de camper kwam, hebben ze het snuitje gehouden. Ja, kom maar. Goed zo. Heerlijk. We zijn in het land waar we eigenlijk voor gekomen zijn. We zijn heel benieuwd wat dit veelzijdige land ons de komende weken gaat bieden.
Zo, we stoppen even bij het tankstation hier, net over de grens, om een telefoonkaartje te scoren en wat autogas. Want ja, onze EU-bundel is hier niet meer geldig. Als je Vodafone hebt trouwens wel, dat zit wel in het pakket van Vodafone, wij hebben allebei KPN. Dus gaan we heel veel betalen als we in Turkije willen surfen. Ik geloof zelfs €2,50 per MB. Dat is niet zo handig. Dus ik ga hier even een datakaartje scoren voor mijn TP-linkje. En dan hebben we straks, hoop ik, weer internet. Het eerste dat ons opvalt is dat de wegen van zeer hoge kwaliteit zijn. Alleen jammer dat we continu in de file staan. Moet je kijken, er is echt geen hond op de weg. Wel moet je hier voor de betere wegen tol betalen. We komen hier langs deze enorme hangbrug, de Çanakkale 1915-brug. Deze brug overspant de Dardanellen en aan de overkant ligt het Aziatische deel van Turkije dat veruit het grootste deel omvat. Het schiereiland dat wij bezoeken, Gallipoli, ligt nog op het Europese deel. Er is de afgelopen jaren echt enorm veel geïnvesteerd in Turkije, onder andere in de infrastructuur. Deze hypermoderne tunnel is vorig jaar in gebruik genomen. Het is wel duidelijk, kijk uit, pa, met de deur inderdaad, hallo, dat we in Turkije zijn. Oproep voor het middaggebed. Zit je dan in je camper? Ja. Moeten wij hier gehoor aan geven, pa? Moeten we naar de moskee of niet? Dat kan ik niet doen. Nou ja, waarom niet? Het is ook wel interessant om een keer te kijken, toch? Ja. We zijn sowieso de enige camper hier, dat is wel duidelijk. Rare geluiden, Chico, wat is dit allemaal? Net een schoon onderbroek aan. Niet in zijn kruis ruiken, hè? Nee. We hebben de camper even geparkeerd hier in Eşebat. De honden zitten in de camper. Er zijn zoveel straathonden hier. Ja. Dus we moeten even kijken hoe dat gaat met die twee. Ja. Maar we wilden toch even een bijzondere plek zien. Dat is sowieso een Eşebat. Eşebat. Ja. Is een bijzonder heftige veldslag geweest in de Eerste Wereldoorlog rondom die periode. Nee, ja, 1915. Ja. In een jaar geduurd. Er zijn 500 militairen gesneuveld van beide kanten. 500.000, wat? 500.000. Een ongelooflijk getal van beide kanten. Ja. En aan de ene kant de Engelsen en de Fransen. En aan de andere kant dus de Turken. En waarom deden ze dat eigenlijk? Om die doorvaart open te houden richting Rusland. Ja, en dit is de doorvaart die we bedoelen. Je ziet misschien op de achtergrond heel veel zeeschepen. Ja. Dat is natuurlijk de entree richting de Zwarte Zee. Even verderop bij Istanbul is dat de Bosporus. Ja. Er komen enorm veel zeeschepen doorheen. Terwijl we ook achtervolgd worden hier door een straathondje. Hey. Maar het is een plek met een zwarte historie eigenlijk wel. Ja, vreselijk. Dat is heel erg. Uiteindelijk hebben de Turken wel gewonnen, hè? Ja, ze hebben onder leiding van commandant Atatürk, een held hier toen de tijd, in Turkije, hebben ze die slag gewonnen. En daarom is Atatürk ook zo belangrijk in Turkije, want die hebben eigenlijk later ook voor de omslag gezorgd dat modernere Turkije werd ten opzichte van wat het was. Precies. Dat is nu, denken wij, weer een beetje teruggedraaid met de Erdogan. Dat denk ik eigenlijk ook wel, ja. Al zijn er heel veel Turken wel blij mee. Jawel, heel veel. En heeft hij ook heel veel gebracht. Moderne infrastructuur en zo. Dat is wat we nu wel merken. Wat zich hier in 1915 heeft plaatsgevonden is bijna niet te bevatten. Kijk, hier is wel heel indrukwekkend dit monument. Dan zie je wat hier een beetje zich heeft afgespeeld in die tijd. Loopgraven. Kijk. Op 18 maart 1915 vielen de Britten aan met 18 slagschepen. Deze werden door de Turken verwelkomd met granaten en mijnen, waarop de actie werd afgeblazen. Op 23 april kwam de grote aanval.
Op verschillende plekken werden militairen afgezet van Britse en Franse troepen. En van de ANZAC, de gezamenlijke legereenheid van Australië en Nieuw-Zeeland. Omdat deze punten strategisch en logisch waren, stonden de Turkse militairen de geallieerden daar op te wachten. Ondanks de tegenstand bleven de geallieerden maandenlang proberen Turkije binnen te trekken. Maar de troepen kwamen meestal niet verder dan het strand en moesten zich dus uiteindelijk terugtrekken. Voor de geallieerden was de slag om Gallipoli uitgemond in een van de grootste nederlagen van de Eerste Wereldoorlog. Kafalarını çıkaramasınlar. In de volgende vlog zie je hoe we zelf ervaren hoe het is om in zo'n bizarre veldslag te belanden. En er is chaos in de loopgraven. Maçı ve sol. Hey ya re. Hey ya re. Sıhhiye. Ook zie je in de volgende vlog dat we de pont nemen en in het Aziatische deel van Turkije aankomen. En we een hele interessante plek bezoeken. Troje, een stad die 3000 jaar voor Christus is ontstaan. En misschien ken je het wel van de legende, het paard van Troje. Dat komt dus hier vandaan. En stuiten we op een kamp van meerdere families die door de aardbeving dik een jaar geleden hier in Turkije bijna alles zijn kwijtgeraakt. En nu leven in hun bussen. Kijk, dit zijn de bussen waar de mensen dan met de hele familie in slapen. Graag gedaan. Dat ga je onder andere allemaal zien in een volgende vlog. Reden te meer om te gaan kijken, toch? Zeker weten, ja ja. En we zijn echt hele gave avonturen aan het meemaken hier. Leven. In dit veelzijdige land. Dat kunnen we je sowieso alvast verklappen. We zijn dan een stukje verder in de tijd. Maar we hebben veel mooier dan we gedacht hadden. Veel mooier, hele aardige mensen. En misschien schrikt het een beetje af dat je denkt, ja Turkije, wat moet ik nou zoeken? Bijzonder mooi hoor. Wij gaan bewijzen dat wij in ieder geval een van de avontuurlijkste reizen ooit aan het maken zijn. Met ook een van de mooiste landschappen die we zijn tegengekomen. En heerlijk rustig. Je gaat het allemaal meemaken de aankomende weken. Ga er lekker van genieten, onze avonturen samen hier. We genieten er intens van. En jullie ook, hoop ik. Laat het maar eens even weten, vond je dit een leuke video? Gooi dan even dat duimpje omhoog. Hè? En abonneer nog op het kanaal van de volgende bestemming. Dat hebben er in een maand tijd alweer 800 mensen gedaan. Die bij ons instapten. Het wordt nog druk, joh. Voor avontuur in de camper. Het wordt druk in de camper, ja. Maar hartstikke leuk dat jullie het volgen. Verspreid het woord ook voort dat wij bestaan aan je buren. Aan wie je ook kent, aan je kennis. Dat je denkt, dat is leuk om te kijken. De groei was kool. We groeien als kool. Nou, we zijn er trots op dat we dit bereikt hebben. Het is zo lekker eten lekker, hier in Turkije ook. Ja, we hebben een chocoladetaart op. Dat moet ik niet meer doen. Nee. Maar we genieten ervan. En laat trouwens maar eens even weten. Ben jij wel eens in Turkije geweest? Wat vond je ervan? En waar ben je geweest? Daar ben ik wel benieuwd naar. Ja. Ik denk wel. Ik denk dat veel mensen kiezen toch voor de Turkse rivière. Ja, bandje om. Bandje om. Dat kan natuurlijk ook genieten zijn. Jawel. Maar wij laten ook de andere kant zien. Nou, genoeg daarover. Leuk dat je weer keek naar deze vlog. En we zien je heel graag volgende week zondagmorgen om 10 uur weer terug. Bij een hele nieuwe vlog, hè? In Turkije. Hop, nieuw avontuur. Ja. Bam. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende bestemming. Doei. Doei.